hoorden jullie dat? Moet je dit toch zien? Mijn opa die zegt ineens zoiets remmers, hier moet je horen. Ik hoop dat ik je geen masker hebt. Hey, goedemorgen iedereen. Wat heerlijk dat jullie er weer bij zijn vandaag. Mijn naam is Don en moet je kijken wat ik heb gekocht op internet. Hebben jullie enig idee? Zo, wat dit is? Ik denk dat veel van jullie geen idee hebben wat het mag zijn. En ik denk ook niet dat mijn opa en oma het weten. Dus wat ga ik doen? Ik ga dit aan ze geven en dan vraag ik wat het is. Geloof het of niet, het is een puistenpopper speeltje. Een puistenuitknijper speeltje. Ik heb geen idee waarom ik dit besteld heb. Ik heb dit echt maanden geleden besteld. Ligt al super lang op zolder. En nu heb ik het voor het eerst erbij gepakt. Je ziet al deze gaatjes. Als je daarin knijpt, komt er neppus uit. En als het op is, heb je hier nog een flesje om het neppus erbij bij te vullen. We moeten pus dus even kijken of het allemaal goed gaat. Oké, die woordgrap was wel heel slecht, hè, pus. Dus laat maar zitten. Ik ben al een tijdje niet meer bij mijn opa en oma geweest. Dus ik appte mijn oma even. Yo, oma, kan ik langskomen? Neem ik Bobo gezellig mee? En dan gewoon lekker chillen. Ik hoop dat mijn opa er ook is. Dan kan die ook gaan raden wat dit is. Dus ja, ik ben benieuwd. Ik neem dit even mee. Dan neem ik ook nog die gekke Bobo mee. Hey, heb je een beetje goed geslapen? Die ligt al de hele ochtend te slapen, gelukkig maar. Kom maar dan, Bobo. Kom maar. Wacht, 1 seconde hoor. Blijf. Ja, kom maar. Hey liefie. Hoi, ben je weer blij? Eigenlijk wil ik die ouwe ook meenemen, maar ik weet niet of dat kan. Zullen we het maar gewoon proberen, Pien? Ja, denk erom, hè. Als je aanvalt, dan val ik ook aan, hè. Waar denk je aan? Aanvallen. Oh god. Oh ja, kijk. Ik heb mijn nieuwe trainingsbroek aan en... Ja! Ik heb mijn onderbroek met pepers aan. Dus nu zijn het echt pepernoten. Wat denk je ervan, Pien? Hapje? Oké, dat gaan we maar niet doen. Let's go. Oh, trouwens, deze die ga ik denk niet bij mijn opa en oma uitpakken. Want dat wordt gewoon complete chaos. Ik ga ze het laten raden en daarna ga ik naar huis. En dan ga ik het gewoon zelf even uitproberen. Want ik wil het goed aan jullie laten zien. Hé, hey, ik word gebeld. Zou het toevallig mijn oma zijn? Ja. Hé, hey, oma! Je hebt problemen met een soundbar. Ja, met aansluiten. Ja. Typische oma problemen. Ja, ik kom eraan. Ik stond eigenlijk net op het punt om al te komen, dus... Oh, nou, kom even gauw helpen dan. Graag. Oké, tot zo. Tot zo. En natuurlijk het typische opa en oma belletje. Ja, kan je me helpen met dit of dat, als het om technologie gaat dan. En wij bellen altijd opa en oma als er suiker op is, of als de melk op is, of weet ik veel wat. Oh god, ik voel me net zo'n oud vrouwtje met 2 honden. Kom maar meiden, kom op meiden. Niet doen Bobo, niet aanvallen, kom. Goed zo meiden, kom, nee. Mijn huis is daar, maar opa en oma's huis is een van deze, dus het komt perfect uit. Gelukkig hoeven we niet zo ver, dat bedoel ik. Dit werkt ook voor geen meter, die lijnen zitten door elkaar, onder elkaar... Onder die beesten. Oh, even mijn camera wegleggen. Kijk, hij staat er voor het raam hoor. Die ouwe. Opa! Hoi! Ik heb een heel leger bij me. Ja, ik zie je tenminste, ja. kijk mijn benen. Ik zit helemaal ingewikkeld. Het is een ingewikkeld gebeuren dus. Ja! Dit is Bobo de eerste keer bij opa en oma. Hé, ja, goed zo, schat. En ze voelt zich gelijk thuis, net zoals de hele familie dat zich altijd hier voelt. En oma zet natuurlijk gelijk allemaal vreten neer. Mocht je ook wat lekkers? Mocht je ook wat lekkers, opa? Mocht je ook wat lekkers, Kittekat. Kittel. Die is echt slecht. Ik ga zelf ook een Kittekat nemen. Opa, wat voor gedrag ga je vertonen als je dit eet? God, wat ben je kitkattig. Een wanordelijk gedrag dus. Ja. Kijk, kun je met z'n allen zingen, maar niet met z'n allen praten. Hoezo dan? Nou, dat werkt niet. Dan ga je door elkaar praten allemaal, maar zingen, dat gaat wel leuk. Je lult echt onzin. En je hoorde mijn grap ook niet eens net, hè? Wat was je woord grap? Ik zeg, wat voor gedrag ga je vertonen als je dit eet? Ja, daar raak je helemaal vrolijk van. Ja, vrolijk, maar je wordt ook een beetje kitkattig. Je wordt een beetje kitkatterig ervan, ja. Allemaal 5 honden. Zie je dit? Wat? Kijk dan. Kom eens uit mijn kind. Ja, Bobo. Hey, met een kluifje. Die heb ik meegenomen. Laat eens zien, Bobo. Prachtig is die, hè? Oh ja, ben je helemaal blij? Dan gaat ze zo helemaal knorren en piepen van blijdschap. Kijk dan. Kijk, Pien probeert er een bot af te pakken. Maar Bobo sneller, kijk. Oma die geeft mij net opa zijn oude telefoon. Er zit een zaklamp in. Er zit gewoon een zaklamp in. De batterij werkt goed. Ja, dat is ook nog het enige wat werkt, want voor de rest is die helemaal kapot. En ik mag hem meenemen om te gebruiken in een video. Mijn opa die zegt ineens zoiets renders, hier moet je horen. Maar je had eigenlijk een grote kip moeten kopen. Een plofkip. En daar een vuurwerkbom in. Dat is een plofkip. En die...
die al steken. Jij hebt het met elkaar. Nee joh. Ja. Een stuk vuurwerk in de reet van een kip douwen en dan heb je een plofkip. Je gaat gewoon ergens een kip halen bij de poelier. Een hele kip. De poelier? Bij de poelier. Wat is een poelier? Weet je niet wat een poelier is? Nee. Een poelier, dat is iemand die dus wild en dat soort dingen verkoopt. Daar gaan de kippen naartoe en wilde zwijnen en dat soort dingen. Die, dat is een soort slager is dat. En dat noemen ze een poelier. Oké. Okay. En dan ga je een hele kip halen. Een vuurwerkbom is hol. En dan steek je iemand. Nou, nee, een plofkip. Hoe kom je op het idee? Opa, je zou YouTube... Je bent in de verkeerde tijd geboren. Ja, je bent gewoon. Om alle gekkenheid heen. Het is alweer donker, maar ik heb iets bij me. In mijn zak. Niet in deze zak, daar zit wat anders in, maar... Oké. Het zit in mijn jaszak en jullie moeten raden wat het is. Het is niet iets voor jullie of zo, maar het is gewoon een soort iets. Ja, ik ga niet zeggen wat het is, want dan weet je gelijk wat het is. Ja. Maar als jullie dit zien, heb je enig idee wat dit kan zijn? Ja. Eens kijken. Wat het is. Een sponsje? Een sponsje? Ja. Nee, het is geen SpongeBob. SpongeBob, nou. Pimpel. Oh, daar kan je... Pimpelpikker. Hier moet je dus in gaatjes wat doen. Hè? Het is een spons. Er zit een spuitje bij. Nee, het is geen spons. Een grimas. Wat is een grimas? Een masker? Een grimas. Een grimas. Het is gewoon een grimas. Grimas. Nou, ik moet zeggen, jullie zitten er aardig naast. Weten jullie wat pimpel betekent? Een Engels woord. Pimpel opmaken. Nee, dat is oppimpen. Oppimpen. Nee, pimpel betekent puist. Puist? En in die gaatjes kan je neppus doen en dan kan je het uitknijpen. Dus het is een speeltje om puisten mee uit te knijpen. Oh. Is het echt voor puisten? Nee, het is niet voor je eigen puisten. Het is gewoon voor mensen die dat lekker vinden, satisfying. Dan kan je zo'n speeltje kopen. Ja, het ook is van je moeder. Ja, mijn moeder is helemaal gek van puisten uitknijpvideo's. Hoe kom je daar nou aan? Ja, op internet besteld. In dit flesje... zit neppus, dat kan je in die gaatjes spuiten en dan kan je lekker knijpen. Getverdemmen. Maar goed, ja, nou, het was dat alles. Dat was het. Nou, ik wilde weten of jullie het konden raden. Kun je de hele avond kun je dus puist uitknijpen? Zeg. Ja, als je dat lekker vindt. En meeeters en dat soort dingen. Ja. Nou, ik zou er niet van mee eten, dat zou ik dan niet doen. Nee, maar die noemen zo. Als je mijn leeftijd nou was, in jouw tijd, had je dan ooit verwacht dat in die tijd mensen puisten uitknijpen speeltjes zouden bedenken? Nee. Oer-Hollandse muziek, hè? Morgen. En genieten. Bevalt de iPad nog, oma? Ja, geweldig, Don. Daar ben ik zo blij mee. Ja? Het is helemaal super. Heel snel, echt, ja, ik ben er echt heel blij mee. Ik vind je pak ook wel heel pakkend. Ja, het komt hartstikke mooi over. Ben je toevallig verkouden? Gelukkig niet. Oké, nou mooi. Anders was ik bang dat je me aanstak. Aansteken en insteken, dat is helemaal niks. Nou, insteken wel hoor. Dat zeg jij. Nou, jij hebt 3 kinderen, dus dan heb je wat uit te leggen. Wat heb je gekocht, oma? Oh god. Kijk. Zaklopen. Opa heeft altijd last van koude voeten. Dit is hem. Je kan hem ook gebruiken als muts. Zo, dat denk ik. En ook dus dat je geen last van je hebt. Oh nee toch, joh. Wat is dit? Hoppa. En nou heb je nooit meer last van je chronische koude voeten. Nee, weinig. Maar hoe vind je het? Ja, hoe vind ik het? Ja, het ziet er... Ziet er goed uit, hè? Ja, laten we het daarop houden. Het mag er dan een beetje raar uitzien, maar het is wel handig. Het is meer voetig. Niet handig, maar voetig. Ja. Oh, ja. Wat ga je allemaal aan het doen? Ik probeer hem erop te draaien. En nou een scheet laten. Ja. Ik ga er van tussen. Eet smakelijk. Ja, schat hem uit. Dag oma. Kijk eens aan. Bobo helemaal afgezonderd van alle prikkels. En die ouwe, die staat maar weer te kijken. En dan hebben we hier ook 2 ouwe. En die zijn bezig met, weet ik het allemaal, huishoudelijke taken. Mijn vader heeft een nieuwe bril gekocht. En jullie moeten even laten weten wat jullie ervan vinden. Goedenavond, mag ik u wat vragen? Ja, altijd. Waar heeft u deze leuke bril gekocht? Bij het bedrijf Iets Anders. Nou, van wortels krijg je een goede oog. Kom maar. Komt een vuurtje voor me. Zo pap, je bent een sigaar.
Holy moly, de tijd vliegt, jongen. Mijn vader ligt al op bed en mijn moeder gaat ook naar bed. Het is al bijna 12 uur. Mijn vader ligt inmiddels al op bed. En mijn moeder die staat nu te douchen, die gaat ook al naar bed. En ik ga niet voor je liegen. Ik heb gewoon stiekem heel lang Fortnite zitten spelen. Had ik eindelijk weer een keer tijd voor. Maar in ieder geval, ik wil nog even aan dit beginnen. Ik ben in het echt niet zo'n fan van puisten uitknijpen, maar... misschien is dit speeltje wat voor mij. Oh mijn god. Laten we eens even kijken wat er in mijn zak zit. Wat? We gaan het zakje openmaken. Dan halen we eerst even dit eruit. We hebben een pipetje. Dat noem je een pipetje. Daar kan je waarschijnlijk pus mee opzuigen en lekker in de gaatjes doen. Het voelt echt heel raar. Zou er al pus in zitten? We maken hem even open. Het is heel stroef. En wauw. Kijk hoe stevig het is. Volgens mij zit er al pus in. Ik wil nog niet knijpen. Ik wil eerst even dit laten zien. Hier hebben we de pimpelpikker. Dit is gewoon een extra flesje om je pus lekker bij te vullen. Heerlijk, joh. Nou ja, dit is het dus. Eigenlijk gewoon een heel lullig stuk rubber met gaatjes erin. En volgens mij zit er al pus in. Dus laten we het gaan proberen. Oké, hoe gaan we dit doen? Gewoon dit. Oh. Eeuw, bro, even serieus. Hoe voelt dat? Het is echt fucking vet. Kijk, mijn vinger glimt helemaal. Eeuw, het is helemaal slimy. Komt-ie, hè? Boah, godverdamme. Het is heel slecht te zien op camera. Hier, gaan we nog een keer. Oh, hoorden jullie dat? Boah, dikke puisten popperijen. Oh, kijk. Oh, die zag je goed, gek. Gelijk de volgende. Oh, godverdamme. Wie maakt dit speelgoed? Even serieus. En ik durf te wedden dat dit ook gewoon echt ziek veel verkocht wordt. Kijk, komt die. Oh, god. Het voelt echt heel erg... ja, kijk dan, het is net lijm. Dit is zonder twijfel het raarste speeltje wat ik ooit gekocht heb. Oh, god. Oh, gek. Moet je dit toch zien? Ik weet niet goed wat ik moet reageren. Het enige wat ik denk is wauw. Ik walg ervan. Nou, voor de mensen die echt van puisten poppen houden, van puisten uitknijpen en je hebt niemand meer in de buurt, ook niet jezelf, die nog vol zit met puisten, dan is dit een aanrader. Dus niet gesponsord of zo. Ik heb dit oprecht gewoon random gekocht en oh nee, het is leeg. Klein beetje komt het er nog uit. Gats, het lijkt ook echt echt. Kijk maar naar wat er op mijn duim zit. Het lijkt gewoon echt echt. Even proeven. Nee, grapje. Wat nou als ik gewoon er zo in knijp? Oh. Ik ga dit ding maar even goed schoonmaken en mijn speeltje ook. Hè, wat? Ik weet niet zo goed wat ik moet denken van dat speeltje. Waar ik wel over na moet denken, dat is mijn bed. Ik denk echt na over mijn bed. Mijn geweldige bed. En ja, gewoon... ja. Ik ben moe en melig, dames en heren. Ik ga het lekker afsluiten. Ik ga jullie morgen weer zien in mijn gloednieuwe vlog. En ja, ik ben gewoon zo melig dat ik eigenlijk geen idee heb wat ik moet zeggen. Dus ik ga maar gewoon zeggen wat ik altijd zeg. En dat is tot de volgende video. Ja, het is mooi met jou. Ja. Hé?